Hartstikke idee. Nou, we zijn al 5 uur bezig met Baronie TV. We zijn vanmiddag om 5:11 begonnen hier in de Vlieren. En we hebben al heel wat liedjes gehad, maar ja, we krijgen nou ook weer een geweldig liedje volgens mij, hè? Ja, dat is een van de betere van de laatste jaren, denk ik. Ja, dat is eigenlijk nu wel bekend. Nou, we hebben niks te verbloemen, dus we laten het helemaal zien dadelijk. Oké. Waar komen jullie eigenlijk vandaan? Uit het prachtige Apeland. Rijsbergen dus, hè? Ja, nou Apeland. Apeland, tuurlijk, want we zitten in de carnavalsperiode, dus Apeland. Hè, de echte apen komen daar vandaan, hè? De enigste echte apen die komen uit het Apeland. Ja, als ik zo eens een beetje rondkijk, dan klopt dat allemaal wel, hè? Ja. Goed gezien, Ad. Kunnen jullie verder ook niks aan doen? Ja, er valt niks meer aan te doen, Ad. Nee. Dus... Maar jullie hebben een mooi liedje gemaakt. Ja, we hebben een mooi liedje. En we gaan het laten horen. Maar ja, we hebben inderdaad helemaal niks te verbloemen. We hebben geen geheimen, dus kijk maar. Nou, dan zijn we heel erg benieuwd. Hier is liedje nummer 17. We maken alles weten, om nooit meer te vergeten. Niks meer te verbloemen hebben wij. Auto het geen APK. Dat is lekker. En staat op naam van Ospa. Nog gekker. Ik geef nooit van weg in het café. Hij de hit. En drink mee iedereen mee. Dat weet ik. Mijn code is 5830. Dat zal wel. Geloof het is geen flauwekul. Dat zal wel. Ik heb geen geheimen voor jou. Hoe bewijs ik dan nou? Niks te verbloemen in de rij. Dus sluit maar aan in deze rij. Ik ben zo blij, ik voel me rijk. Als in jouw mooie ogen kijk. Niks te verbloemen in de rij. Dus blijf vanavond maar bij mij. Hij springt eens lekker uit de baan. Hier in ons prachtig Apeland. Mijn dagboek ligt open voor jou. Los kijken. Omdat ik jou grensloos vertrouw. Mocht kijken. Ik zit al een jaar aan de drank. Dat ballen. En heb geen cent op de bank. Niks betalen. Mijn haar dat is eigenlijk blond. En heb een pust op mijn kont. Visietje. Mijn tanden zijn groen, geel van kleur. Trek van mij. Vertel het aan iedereen deur. Niks te verdoemen in mijn rij. Dus sluit maar aan in deze rij. Ik ben zo blij, ik voel me rijk. Als in jouw mooie ogen kijk. Dus blijf vanavond maar bij mij. Hij springt eens lekker uit de baan. Hier in ons prachtig Apeland. We stoppen mee daar liegen. Mee liegen en bedriegen. Niks meer te verbloemen hebben wij. Niks te verbloemen hebben wij. Dus sluit maar aan in deze rij. Ik ben zo blij, ik voel me rijk. Als ik in jouw mooie ogen kijk. Niks te verbloemen in mijn rij. Dus blijf vanavond maar bij mij. En spring eens lekker uit de baan. Hier in ons prachtig Apeland. Zo blij, ik voel me rijk. Als ik in jouw mooie ogen kijk. Niks te verbloemen in mijn wijk. Dus blijf vanavond maar bij mij. En spring eens lekker uit mijn baan. Hier in ons prachtig Apeland. Liedje
17 kwam uit Rijsbergen, uit Apeland. En nou, die hadden dus echt helemaal niks te verbloemen. Ja, volgens mij hebben ze in Boemeldonk ook helemaal niks te verbloemen tijdens carnaval. Nee, wij hebben als Margrietje natuurlijk heel veel met bloemetjes, zoals je ziet. Ja. Maar niks te verbloemen, nee. Ja, Boemeldonk, Prinsenbeek is natuurlijk, zonder tekort te doen aan alle andere plaatsen in de baronie van Breda. Maar Boemeldonk is toch wel de carnavalsplaats in de regio. Ja, wij zijn er natuurlijk zelf zeker van overtuigd. Maar ik heb ook wel door dat het steeds meer bij de rest over is gekomen. Dat wij het wel heel intens weten te vieren en er echt het beste van proberen te maken. Zaterdag de kindercarnavalsoptocht. En op zondag natuurlijk de grote optocht. Ja. Bij jullie altijd heel erg kleurrijk. En jullie liedje is volgens mij ook heel kleurrijk. Dat ligt eraan wat jij daar precies mee bedoelt. Zoals ik het zeg. Oké. Nee, het is een heel vrolijk liedje. Een beetje up tempo. Dat is ook wel zoals het in de Beek vaak gevierd wordt. Wij zijn iets minder van de traditionele carnavalsmuziek. Maar iets meer van de snelle up tempo nummers. En dat is het zeker wel geworden, ja. Zo bedoelde ik het ook. Oké. Je moet je eruit willen hebben. Goed, liedje nummer 18 uit de baan was niet verkiezing. Maar Gietje uit Boemeldonk. Carnaval heb ik al.
kwam natuurlijk uit Prinsenbeek, uit Boemeldonk. Nou, we hebben nu... Oké. Zeg, jullie zijn Gerren van Huis, begrijp ik. Dat zijn wij zeer zeker, ja. Waarom? Want in Zevenbultland is toch heel gezellig volgens mij tijdens deze dagen? Dat is het ook, hartstikke gezellig. Maar daar genieten wij met z'n tweeën voornamelijk van. Vandaar dat we het liefst overal bij willen zijn. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Vandaar Gerren van Huis. Oh, jullie bedoelen Gerren van Huis, maar dan wel in Zevenbultland blijven? Absoluut, absoluut in Zevenbultland. Nou, dat is van dan beginnen aan voor het liedje op te nemen en dan gaan we snel weer terug. Nou, zo wordt het natuurlijk ook. Hè. Tenminste, je bent natuurlijk van harte welkom in het Kielergat in Breda. Maar in Zevenbultland weten ze natuurlijk ook wel wat carnaval vieren is. Ja, dan weten ze zeker wat carnaval vieren is. Gewoon op vrijdagavond beginnen we en dan tot dinsdagmiddag. Je moet lachen. Nee, dan gaat het echt gewoon los. En het is echt ontzettend leuk en gezellig. Lekker druk. Mensen willen graag carnaval vieren, dus dat doen we ook met allemaal. En waar moest je nou lachen? Omdat ik van die mevrouw moest lachen. Oh. Ik dacht, staat hij nou toch opeens gek te doen? Ik heb je van tevoren gezegd, hij is de interviewer. Oh, hij is de... Nee, degene die geïnterviewd moet worden, ik ben de interviewer. Ja, hè, dus... Maakt niet uit, we doen allemaal wel eens wat fout. Maakt niet uit. En ik vind moet toch eventjes zeggen dat jullie prins er mooi uitziet. Dat ziet hij zeer zeker. Prins Fred voor het derde jaar, als ik het goed heb. Mm-hmm. En volgens mij is het ook voor de derde keer dat jullie meedoen, of vergis ik me dan? Dat klopt, voor de derde keer dat we hier bij Baronie TV meedoen, dat klopt ja, inderdaad. Mijn huiswerk weer goed gedaan, hè? Ja, uitstekend. Ja. Goed, liedje nummer 19 komt uit het Zevenbultland. Gerren van Huis! Yeah! De kastelein heeft vol, het top de gouden bol. We zijn van alle markten thuis. Vier dagen vis en niet al ruis. Kom pak je pilske, mee z'n allen. In Zevenbultland, daar is wat carnavallen. We zijn van alle markten thuis. Leven de lonkeren van huis. Dat was we willen. Met liedje 19 uit Zevenberg zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van de liedjes die gewonnen hebben in de dorpen, de wijken en de plaatsen. We hebben nu nog een aantal tips. En hier staat het duo. En dat is eigenlijk de eerste tip. En dat gaat liedje nummer 20 worden in de Barnevalsliedverkiezing. Helemaal goed, klopt. Jij bent volgens mij een van de twee van het duo.
Klopt. Ja. En hij is de andere. Hij is de andere. Ik ben de andere. Hij is de zwaarste, zeg maar. De zwaarste van het duo. Nou, zullen we dan met de zwaarste van het duo beginnen? Helemaal goed. Jouw naam is? Mikey Too Much. Ja, inderdaad, Too Much. Ja, dat klopt in alles. Maakt niet uit. En dit is... Ja, DJ Marco. We zijn samen toegevoegd, zeg maar, als het nieuwe feest act team. En dan genaamd het duo. Het duo. Ja, en Gert Gouvreur, die speelt er toch ook nog een beetje een rolletje in? Ja, het is uiteraard zijn oude carnavalskraker. Dus die hebben we een beetje herschreven en naar 2015 gebracht. Mm-hmm. Ja, en hij speelt ook in het clipje mee. Ja, ja, ja. Want jullie zijn hier nu vanavond bij Baronie TV tijdens de carnavalsliedverkiezing. Maar we laten dadelijk ook nog wat beelden zien van de clip. En daar is Gert Gouvreur ook in te zien, hè, met dat nummer, de muts. Ja, we hebben vreselijk gelachen. Wat een heerlijke man is dat. Top. Ja, ja, en dat is eigenlijk al jaren, hè? Ja, dat klopt. Gert Gouvreur, hebben het eigenlijk een soort. Je hebt het eigenlijk gedaan om hem een beetje te eren. Ja. Weet je, de man is al 70 jaar inmiddels. Hij doet nog steeds hartstikke goed in zijn café hier in Breda. Tappenrijken. En we hadden zoiets van: ja, we moeten een carnavalskraker. Voor het eerst maken we dus een carnavalskraker. Wat moeten we dan doen? Ja. Dus nou, toen kwam hij aan. Hij komt eigenlijk aan Dort. Ik snap helemaal niks van dat hij op die plaat komt. Maar hij zei tegen mij: Gert Gouvreur. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel erg top. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben Gert gebeld. Wil je meespelen in de clip? Hij zei, ja, dat wil ik eigenlijk wel heel erg graag. Dus we hebben hem 33.000 keer in de sneeuw gesoden dingest. We hebben hem 25 keer uit de apres-ski tent gegooid. En lang verhaal kort, we hebben zo gigantisch gelachen met die man. En hij heeft mij verteld dat hij met jou in ieder geval nog een interview wilde. Gaan we dan nog wel regelen. Het is in ieder geval liedje 20 tijdens de carnavalsliedverkiezing. Het duo met de muts. Nou, zullen we dan even proosten op Gert Gouvreur? Ja, dat doen we. Oké, en dan gaan we nu kijken naar jullie optreden hier. En daartussendoor zien we ook nog de clip met gastoptreden van Gert Gouvreur. Liedje nummer 20 in de carnavalsliedverkiezing. Proost! Daar heb je Gert Gouvreur. Die stopt nooit recht, die gaat maar deur. We gooien hem de skihut uit. Dan ligt hij buiten in de sneeuw en hoor je weer die schreeuw. Gerritje muts, Gerritje muts. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die grote groene, want die staat zo goed. Daar kun je lekker met je oren in. Die past precies onder je kin. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die grote groene, want die staat zo goed. Daar kun je lekker met je oren in. Die past precies onder je kin. En wij zijn naar Tirol geweest. Daar was het alle dagen feest. Op de skis gaan wij naar huis. Als ik met Marco buiten sta, roepen ze ons steeds na. Marco je muts, Marco je muts. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die grote groene, want die staat zo goed. Daar kun je lekker met je oren in. Die past precies onder je kin. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die grote groene, want die staat zo goed. Daar kun je lekker met je oren in. Die past precies onder je kin. En als we dan weer skiën gaan, van boven snel naar onderaan. En daar wacht dan de apres-ski. Als ik met Ko naar buiten ga, roept iedereen ons na. Marco je muts, Marco je muts. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die grote groene, want die staat zo goed. Daar kun je lekker met je oren in. Die past precies onder je kin. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die grote groene, want die staat zo goed. Daar kun je lekker met je oren in. Die past precies onder je kin. Die past precies onder je kin. Die past precies onder je kin.
Ja, we zijn natuurlijk weer heel erg benieuwd naar de punten van de jury. Want we hebben weer een blok van 4 liedjes gehad. Nou, Nelleke, je hebt weer intensief zitten kijken naar al die optredende artiesten. Ja, geweldig. Helemaal geweldig. Ja. Hier in de Polonaise. Ja. Rijsbergen, enthousiast. Leuke presentatie. 33 punten. Prinsenbeek, vlot. Een hele leuke tekst. 33 punten. Zevenbergen, hartstikke vrolijk. Je gaat meedoen. 44 punten. En nummer 20, die muts, die past ons allemaal. 44 punten. Oké, dankjewel, mutsje. En dan gaan we naar Chris. Ja, hier zijn we. Even kijken. Pret Ben Dams, 33 punten. Margrietje uit Bommeldonk, 44. Gerre van Huis, 22. En Duo de Muts natuurlijk. Kim hem op, 55 punten. Kijk eens aan. Veel punten voor de muts. En Judith? Rijsbergen 33 punten, Prinsenbeek ook 33 punten, dan 44 voor liedje nummer 19 en de muts, ja, gouden ouwe in een nieuw jasje, 44 punten. Kijk eens aan. Thijs, sluit jij een beetje aan bij de ja, ik doe dat onmiddellijk. Ja? In Rijsbergen staat niemand achter het fornuis. Nee. 33 punten. Mm-hmm. Alles voor elkaar, Margrietje. 44 punten. Dat was voor Prinsenbeek, maandag naar Prinsenbeek. Ja. Je moet je tevreden Gerre van Huis, van alle machten thuis, Zevenbergen, 33 punten. De muts, onze oude Ger, toch weer in topvorm, 44 punten. Nou, dat zijn heel wat punten die weer gegeven zijn. We hebben zo dadelijk nog de laatste 4 liedjes die mee gaan doen aan die Barnevalsliedverkiezing.